Syndicaat speelt onder regie van Daniëlle Wagenaar het stuk De Bus. En dat is een Nederlandse adaptatie van het werk Der Bus, geschreven door Lucas Berfus, die daarmee een prijs heeft gewonnen. Dan moet ik even spieken. De Mülheimer Dramatiker Prijs voor beste toneelschrijver. Het is Herman. Herman, zeg maar dag tegen Erika. Dag. Dag Erika. Hallo. Kun je me horen? Hallo. Ik hoor u, meneer Herman. Ik ben Herman. En jij bent stomme Erika, die expres in de verkeerde bus staat. Aangenaam kennis te maken, meneer Herman. Ben je gek? Waarom antwoord jij een stuk hout? Gaat dat kind een stuk hout antwoorden? Ben je dom? Maar ik deed toch ook alsof? Hou me niet voor de gek! Jij dacht dat die tak levend was. Nee, dat dacht ik niet. Ligt niet! Vaak heb ik gezegd, als je tegen me liegt, ben ik geneigd om vervelend te worden. Ik word een ander mens. Mijn stem wordt anders. Dieper. En heel zacht. Een gelovig iemand probeert zich staande te houden in een schijnbaar compleet goddeloze wereld. En eigenlijk het enige wat dit stuk echt draaglijk maakt is de pikzwarte humor die overal vanaf druipt. De heer is onafhankelijke. Als hij dat niet al gedaan heeft, misschien zit hier de hel. Het is het verschrikkelijkste oord ter wereld, vlieglucht midden in de bergen. Ik vond het zelf een leuk stuk, maar ik moet wel zeggen, bij de kopvoeter, het vorige stuk wat ik heb gezien van het syndicaat, daar kon ik me een stuk beter in vinden. In dit stuk leken de mensen af en toe zo slecht dat het bijna karikaturen werden in plaats van echte personen. Daardoor verloor ik ook een beetje het inlevingsvermogen. Desalniettemin was het wel een interessant stuk om te zien. En natuurlijk die humor die ook al in de kopvoeder zat, maar ook eigenlijk nog zwarter is in dit stuk. Daar blijf ik toch een heel grote fan van bij het syndicaat. Dus bij het volgende stuk ga ik gewoon weer erheen. Dit was Stapper Ru voor Checkout. Tot ziens!